Ja, dan kom ik de kaai afrijden en zie ik de molen zo in de verte staan. Vier op de wind, of nog niet op de wind. Maar dan kriebel je aan om aan de slag te gaan en de molen in te spannen, te gaan malen. Ja. Daar kijk je naar uit. Ik zit hier vanaf 1997, december, ben ik hier gekomen. Ik had nog geen diploma, dus eigenlijk mocht ik hier nog niet gaan malen. Maar onder de bezielende leiding van Wim van Veen en Aad Schouten, ben ik hier eigenlijk begonnen, onder die leiding. Onder hun verantwoording dan. Van Aad Schouten hadden we toen de tijd molen als cursus en les van hem. Nou, dan gingen we zo geregeld, op zaterdag gingen we hier malen. Of met Wim van Veen, toen kwamen we vrijdagmiddag ging hier naartoe. En Wim van Veen die kwam hier ook heen, en dan ging je lekker samen met mij malen. Toen in 1998 heb ik mijn diploma gehaald en toen kon ik zelfstandig aan de slag. Het is een heel verhaal hoe ik molenaar geworden ben. Ik was eigenlijk al van jongs af aan wel geïnteresseerd in molens. Ik kom uit Hoekse Waard. En ik ging met molendag ging ik de molens af, zo bij Jan Eland ging kijken en met de fiets naar Zuid-Beierland. Eigenlijk alleen op molendag. Daarna keek ik er niet zo meer naar om. Maar ja, toen ging ik werken in 1989 bij een orgelbouwer in Dordrecht. Daar werkte ene Wim van der Wal, die was molenaar in Oud-Alblas en op de Kinderrijk. En die had iedere maandag zulke grote verhalen van malen. En van, joh, ik heb dit gedaan en dit meegemaakt. Dat ik eigenlijk, ja, daar ben ik eigenlijk enthousiast door geworden. Hij zegt van, ja, kom even een keertje weer met een brommer naar de Kinderrijk, joh. Dan gaan we lekker malen. Ik zeg, nou, dat is prima. Dus ik ben naar de Kinderrijk gegaan met de bromfiets, een hele reis. En ik heb daar meegemalen met hem en ik ben nooit meer weggegaan bij hem. En later heb ik zelfs een auto gekocht om de molenaarsdiploma, om de cursus te kunnen gaan volgen. Toen ging ik iedere week bij hem lessen. En toen later zei hij van ja, je kan beter naar Aanschouten gaan. En dan kan je veel leren over het weer. En, kan je studie begeleiden naar het examen toe. Zo is het eigenlijk een beetje gelopen, in korte lijnen. Nou, en toen inderdaad in 1997 had ik gesolliciteerd naar de Tientwerse Molen. En daar kon ik terecht. Dus daar ben ik aangesteld. Maar wel onder de voorwaarde dat ik zo spoedig mogelijk mijn diploma zou gaan halen. Nou, dat is gebeurd. En zo zit ik hier inmiddels weer een enkel jaar. Ik heb hier jaren alleen gezeten. Tot mijn 40ste. Nou, er schijnt een liedje te zijn, trouw niet voordat je 40 bent. Ik heb het letterlijk in de praktijk gebracht. Ik ben precies op mijn 40ste, na mijn 40ste verjaardag ben ik getrouwd. In september werd ik 40, in november trouwde ik. En mijn vrouw die woont hier ook met veel genoegen. Ik heb wel eens een beetje te mopperen dat het klein is of dat ze haar hoofd 4 of 5 keer per dag stoot. En dat het allemaal hoeken en hollen zijn, maar ja. De zon weer schijnt en het is mooi weer. Dan kan ze ook heel erg genieten van wat hier buiten gebeurt. De vogeltjes en de bloementuin en dat soort dingen. Ze vindt het ook heerlijk. Lekker naast de werk en dan ontspannen op de molen. Ik voel me hier gelukkig. Ik heb hier hobby's bij de deur. Oude tractoren vind ik leuk, een beetje te sleutelen. Een beetje het rommel in de tuin. Nou, ik kan mijn ei wel kwijt hier. Een beetje scharrel rond de molen. Een betere ontspanning is er voor mij niet. Anna. Ik heb hier frambozen. Ja, prima. Dankjewel. Doei. Ja, we hebben veel meegemaakt hier op een molen. Een molen trekt veel mensen aan. Het is net als op een boerderij. Daar komt ook iedereen langs. Rijp en groen. Nou, dat is eigenlijk met een molen is dat precies eender. Iedereen die komt koffie drinken. Bier drinken. Slappe praten uitslaan en gewoon lekker gezellig zijn met elkaar. Ja, zo gebeurde het ook eens dat had ik hier een schouw liggen. En toen kwamen er ook een paar jongens.
En die waren nogal, ja, laat ik het netjes uitdrukken, vrij ondeugend in de maatschappij, laat ik het zo maar zeggen. En die dachten dat ze zand moesten gaan halen. Voor aan de weg, er lag zand. Dus, nou, hun op pad. Ze hadden een groot parasol hadden ze meegenomen om er een soort naartoe te zeilen. En toen kwamen ze terug. En zo vlak daar ze hier zo bij die bocht waren, het was in de zomer, trok ik de molen in zijn werk. Nou, je begrijpt het, deze molen gaat 1,60 meter door het water heen en verplaatst bij iedere wiek of end die beneden komt 1,2 kub water. Dus die jongens die kwamen natuurlijk nooit meer aan de wal. Ik denk dat ze, nou, ik heb op een gegeven moment gewoon echt een molen, toen ze uitgeput waren en helemaal back-af waren, heb ik de molen maar even stilgezet. Want ze konden niet meer aan wal komen. Iedere keer als ze dicht bij de kaai kwamen, dan kwamen ze weer in die kool terecht. En dan voeren ze weer met een rotgang naar achteren tegen de wal aan. Nou, toen ze back-af waren, het zweet op de voorhoofd stonden, heb ik de molen weer stilgezet. En ik zei, nou, kan je voorlopig geen kattenkwaad meer uithalen. Ik kom volgende week maar weer terug, dan doen we weer een ander geintje. Zo gebeurt hier altijd wat. Ik ben Jaap Hogewerf, 43 jaar, een trotse molenaar van de Tientwegse molen te Hardingsveld-Giessendam.